Voilà, klaar voor morgen vroeg. Ja, mee. Ja, zijn je aan het vullen? Ja. Oké, we gaan een beetje poelies maken voor straks. Dus poelies is eigenlijk iets heel simpels. Bestaat eigenlijk gewoon uit water of eventueel melk. Met de gelijke hoeveelheid bloem en een klein beetje gist. En dat gaan we laten gisten tot als het, ja, ik weet drie of vier keer zoveel volume gekregen heeft. Dus iets voor 100 gram water in dit geval. En een beetje gist in. Zoiets minder dan een gram. Voilà. En nu nog 100 gram bloem. Goed genoeg. En dan laten we dat een paar uurtjes staan tot als dat goed gerezen is. En als dat maximaal gerezen is, dan gaan we dat gebruiken als onderdeel van onze deeg om een broodje te maken. En dat is goede lijm. Ja. Je kunt dat als je er nog duizend andere dingen mee doen die niets met brood te maken hebben. Maar wij gaan er gewoon brood mee maken. Hè? Wat bedoel je andere dingen? We van alles vastplatten en zo elkaar vol smodderen. Voilà. Mooi homogeen en die gaan we dat enkele uurtjes laten staan. En dan gaat je zien als dat klaar is dat dat potje zo ongeveer zo vol gaat staan. Straf. Op de zak erop. Dekselke erop. Goed, nu gaan we de poelies gebruiken om een rozijnenbroodje te maken. Poelies zoals je ziet is als juist goed gerezen. Je is eigenlijk al een beetje op de terugweg. Juist was hij nog meer. Je ziet dat hij nog altijd heel goed roebelt. Het idee van die poelies is dat je die gebruikt op het moment dat hij maximaal gerezen is, dat hij maximaal actief is. Dus dat gaan we nu dus doen. We gaan een rozijnenbroodje maken. Dat is eigenlijk hetzelfde als een koekenbroodje, maar met rozijn bij. Dus 185 milligram melk. Voilà. Twee eierdooiertjes. Die we erbij gaan klutsen. Poelies erbij. En. En gist, 4 gram gist. Dus samen met de halve gram bakkersgist in de poelies. Dus dat is 4,5 gram bakkersgist. Alsof je daarna wat je gebruikt voor normaal brood. Dus met die poelies, die heeft extra rijskracht, komen toen maar minder gist dan anders. Dus nu nog 400 gram 65 bloem. 65% bloem. Dus dat is de meest gebruikte maat van bloem in Frankrijk ook. Stond op 400. Stond op 400, dus tot 800. Nog een beetje. Okay. Zout. 8 à 9 gram. Zijn ze 10 gram, ik doe altijd iets minder. Suiker. 50 gram suiker. 50 gram, ja. Dus 10% van het bloemvolume, ander doe meer. En dan de rozijnen, 100 gram rozijn. Ziezo. Ja? Ja. Nu gaan we alles goed mengen in de mixer.
En nu nog wel boter erbij. Dunne schelfertjes. En een beetje chance zodat die boter dan netjes verdeeld over het deeg. Jeroen Meus doet 100 gram. Amai, dat ik doe minder. Hoeveel? 20, 30, 40 gram zoiets. Ja. Ik heb nu gewoon de pap opgedrukt. Een paar minuutjes gemengd. Het is nu mooi homogeen. We gaan dan nu een kwartier laten rusten en dan kneden op de manier zoals de zuurdeegse brood ook kneden. Oké. Tot straks. De deeg ook een beetje afdekken dat hij niet verkorst, dat hij niet uitdroogt. Zo. Hallo. Hey. We hebben het kwartiertje laten rusten en nu kneden we het wat op dezelfde manier zoals het zuurdeegsbrood kneden. Dus we pakken het vast aan de zijkant, we rekken het wel uit en we proberen het over zichzelf, die boldeeg, dan draaien een beetje. We gaan houden. En zo voor een paar minuutjes. Net zoals bij het filmpje van het koekenbrood. Juist hetzelfde. Hoe lang had het nu staan rusten? Een kwartier knopje. Dus al. Dat was een klein reisje. Een klein reisje, tot als een minuutje. En nu dezelfde lange reis. En nu, ja. Een uurtje of anderhalf uur laten wezen. Oké. Zoals je kan zien heeft het intussen goed gerezen. We zijn nu ongeveer anderhalf uur verder. Bij, denk ik, een graad of 24, 25 zeker. We gaan nu die deegbal opbollen. En dan laten narijzen in een mandje. Een mandje dat ik met, een beetje met bloemen bestoven. Het doel van dat opbollen is om de lucht die indien een deeg aanwezig is, een beetje te verdelen. Een beetje opnieuw te verdelen, zodanig dat het dat de gist nog wel verder kan werken. En zo rekken die een deeg een beetje uit. Het is wel goed van consistentie. Heel mooi van consistentie. Een beetje uitrekken. Het principe is altijd hetzelfde eigenlijk bij dat kneden ook, uitrekken en vouwen. Dus de manier waarop ik het niveau schijnt, de manier te zijn waarop dat de Frans sneken rond brood maakt. Zo een beetje in elkaar en dan opbollen zo. Grappig. Ja, grappig hè. En dan kunnen we dan nog een beetje opspannen. Je wilt hier en daar al een beetje lucht ontsnappen. Een mooi bolletje deeg. En nu gaan we dat met zijn onderkant naar boven in het mandje leggen. En voort laten rijzen. Ik schat ongeveer een half uur, drie kwartier tot als het in de oven mag. Oké. Paar uurtjes later. Drie kwartier later. Na drie kwartier zie je dat die amai. Serieus goed aan het reizen is geslagen. Nu is hij al volop aan het reizen, dus nu een goede moment om hem te pakken. Ik ga nu de vooraf opgewarmde kom uit de oven halen. Ik heb die opgewarmd op 245 graden. Op een boterpapiertje van een gepaste grootte ongeveer. Het is meer dan goed genoeg gerezen. Dat is wel duidelijk. Ja. Amai, mooi. Goed gelukt. Het is goed gelukt, ja. En nu niet zwart bakken. Ja, mooi erop. Een beetje de overtollige bloem eraf.
En nu bestreken met glazuur. Glazuur is een mengeling van eierdooier en een beetje melk. Anderen gebruiken een volledig ei, maar dat is een beetje te omeletachtig naar mijn gusting. Dus eierdooier op zich is ook iets te omeletachtig en te stijf, met een beetje melk erbij is het ideaal, vind ik zelf. Maar dat is meer een kwestie van persoonlijke voorkeur dan van iets anders. Ja. Ja, die pot is goed warm. Die is vooraf opgewarmd op 225 graden. Die is gloeiend heet. Maar insnijden, dat insnijden dat helpt om dat brood nog extra goed te laten rijzen in de oven. Ik snijd het in een kroontje. Er zijn duizend manieren om in te snijden. Dit is er maar één van. Dan maakte ik dat de korst van het brood de rest van de deeg hier in de weg zit om nog wat extra te rijzen in de oven. Dus nu zet ik mooi gesloten. Ziezo. En ik zal dat deze keer bakken 25 graden, 25 minuutjes. Maar wat koeler dan de vorige keer. De vorige keer was 225, nu ga ik het op 210. Oké, we zijn nu 25 minuten verder. Spannend moment. Mm-hmm. Van de tekstel van de pot. Ruikt als het goed is. Jammer dat ik de geur niet... Wauw, chic chic. De geur niet kan capteren. Kijk eens daar. Mooi, we zien dat niet zwart blaakt. Ja, ik ga het nu nog 10 minuutjes laten verder bakken zonder deksel. Maar op een nog iets lagere temperatuur, misschien 200. Zo. Spannend. Wat gaat de kleur nu zijn? Mooi. Nog altijd donker genoeg. Donkerder. Zeker niet donkerder. Zeker niet overzetten dus, hè? Nee, inderdaad. We gaan het nog een kwartiertje laten afkoelen in de oven. Moet ik toch niet meer verder aanpakken? Nee. Mooi. Klaar voor morgen vroeg? Klaar voor morgen vroeg. Papier voor de helft nog. Ziezo. Zet hem op de tafel. Voilà, klaar voor morgen vroeg. Ja, mee. Smakelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Is zo'n lekkere boterham. Kan die toets niet meer mislopen. Zo. Goedemorgen. Smaken. Smakelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Smakelijk.